Het is zaterdagmiddag 5 oktober als deze scooter met twee mannen erop door de Van Egmondestraat in Voorburg rijdt. Ze gaan rechtsaf de Van de Wateringenlaan op. Daar loopt op dat moment een vrouw. De scooter valt haar al op omdat hij stilstaat en het lijkt of de twee haar in de gaten houden. Maar ze loopt gewoon door. Daarna passeert de scooter haar en als de mannen voor de tweede keer langskomen, grijpt degene die achterop zit in het voorbijgaan haar tas. Ze rijden daarmee weg in de richting van het station en daarna richting de Prinses Beatrixlaan in Den Haag. De vrouw kan ze niet meer achterhalen. Kijk goed naar de twee mannen en de scooter, want de combinatie kan u iets zeggen. Het is een blauw-grijze scooter met een hoog windscherm en een blauw kenteken. Het slachtoffer is er nog achteraan gegaan en toen zag ze dat haar tas werd weggegooid. Die heeft ze terug, maar goed, haar portemonnee is er wel uit. Weet u nou wie de mannen zijn of waar ze verblijven? Neem dan echt contact op met de politie en de nummers staan onder in beeld. Voor nu, tot volgende week, in goede gezondheid. Dag.